Hallo allemaal, mijn naam is Leonieke en ik ga weer een pagina voor jullie maken in het Albelli fotoboekprogramma. Vandaag gaan we deze pagina maken. Het is een vrij strakke layout met ruitvormen. Het zijn vooral foto's op deze pagina, een klein beetje tekst. En hier heb ik de foto in het klein neergezet, zodat we zo meteen een voorbeeldje hebben waar ik steeds naar terug kan kijken. Dit is een verkennerscherm, dat heb ik even naast mijn Albelli fotoboekprogramma geopend. Dat heb ik in vorige filmpjes ook al aangegeven. Ik vind het zelf makkelijk om niet alleen deze kant te gebruiken om mijn foto's in het boek te plaatsen, maar soms ook om deze ernaast te hebben, zodat ik niet steeds hoef te wisselen tussen clipart, vormen, foto's, andere fotomappen enzovoorts. Dus geen noodzaak, maar voor mij, ja, ik vind het gemakkelijk. Goed, deze pagina. Zoals jullie zien hebben we hier ruiten. Nu zou je denken, ik voeg gewoon een fotokader in via invoegen, fotokader. Dat fotokader, daar zet ik mijn foto vast in. Nou, in dit geval de grote foto, dat is deze. Die plaatsen we erin en dan draaien we mijn slag. Zo. Nou, dan zien jullie al wat er gebeurt met deze foto. Want deze foto die draait gewoon mee als je hem draait. Goed, dat werkt dus niet. Wat wel werkt, is als we deze weer eventjes terugzetten, is een schabloon toepassen. Een zogenaamde ruitschabloon. Even kijken, schablonen. Gaan we naar de vormen en symbolen. Dan is het even zoeken. Dat is deze. Hij staat vrij bovenaan. Dubbelklik. En dan hebben wij een ruitschabloon. En nu blijft je foto wel mooi rechtop staan. Goed, we gaan deze naar het midden schuiven. En we gaan hem ietsje groter maken. Dit is een layout. Het is op zich niet moeilijk. Maar het is wel even een gepuzzel om de onderlinge afstanden mooi te krijgen. Ik probeer hem even zo gelijk mogelijk te maken als mijn voorbeeld. Even kijken hoor. Dan doe ik via opmaak. Zet ik hem even in het midden. Nou, dat stond hij al blijkbaar. Goed, dan ga ik deze. Ga ik met Ctrl-C en Ctrl-V. Ga ik die even één keer kopiëren. En dan ga ik in de hoek. Ga ik die kleiner maken. Tot ik denk van ja, dit is de goede maat. Zou die ongeveer, misschien iets kleiner moeten zijn dan tot de helft. Ja, en dan denk ik dat het goed is. En als je die helemaal goed hebt, dan kun je die nog een keer kopiëren. Niet die dus. Zorgen dat je de juiste geselecteerd hebt. Ctrl-C, Ctrl-V. En dan is het een kwestie van positioneren. Je zag de lijnen al komen. Dan staan ze dus recht onder elkaar. Ik ga hem nog een keer doen. Dat doe ik. Oh, dat doe ik met slim uitlijnen. Maakt trouwens niet uit. Er komt toch een andere foto in. En nu komt een beetje het lastige stukje. Want wat je nu wil, is dat de afstanden overal hetzelfde zijn. En daar moet je toch hier en daar een klein beetje voor smokkelen. Want je wil niet alleen dat deze lijnen ertussen dat die gelijk lopen, maar je wil eigenlijk ook graag dat je afbeeldingen hier aan de buitenkanten ook gelijk zijn. Ik denk dat dit goed is. Ik zal even voor het zichtwerk vast mijn fotootjes erin schuiven, dat we een beetje zien wat we aan het doen zijn. Zo. Dan de bloem, die komt hierin. En het strand met de rots komt hier. Hiernaast komt nog een ruit. Die doe ik met Ctrl-C en Ctrl-V kopiëren. En dan schuif ik hem zover als ik ongeveer denk dat hij moet zijn. En nu zie ik al wel dat er niet heel veel van overblijft. Dus ik ga ze toch allemaal nog even iets kleiner maken. Via het hoekje. En zo even kijken. Dan moet je dus helaas alles weer goed zetten.
Maar dit is wel even belangrijk. Nog ietsje omhoog. Even kijken. Die ook nog ietsje. Ja, dit is echt wel een gedulddingetje hoor. Maar goed. Ik ga jullie straks ook laten zien. Dat als je dan eenmaal tevreden bent met je layout. Dat je dit niet iedere keer helemaal opnieuw hoeft te doen. Nou. Deze komt hier ongeveer te staan. Dat is de afbeelding met de surfplanken. Zo, nou is in ieder geval nog wel iets van zichtbaar. Nog iets aan de kant. Dan heb ik hier ook nog een ruit. Dat is deze. Die ga ik ook kopiëren. En die schuiven we hieronder in de hoek. En die moet duidelijk een stukje kleiner. Want die moet aansluiten met de zijkant van deze twee afbeeldingen. Even kijken hoe we nu zitten. Het lijkt er een beetje op. Die nog eentje verder. Een heel klein stukje terug. Het is echt millimeterwerk dit. Maar omdat je nu al met schablonen werkt, is het heel moeilijk om dat anders dan met de hand helemaal te doen. Ik denk dat dit goed is. Nu zien we hier een afbeelding en hier een afbeelding. En daar kun je wel een ruitvorm van maken. Maar als je dat doet, dan betekent dat dus dat de hele helft, in dit geval de bovenhelft van de afbeelding, wordt weggesneden. En dat vind ik een beetje zonde. Dus ik ga in dit geval niet het ruitschabloon gebruiken, maar een driehoekschabloon. Dus ik ga hem wel eerst even kopiëren. Dan heb ik meteen weer een afbeelding. En dan ga ik op zoek naar het driehoekschabloon. En die staat hier. Nu wil ik hem alleen met de punt omlaag. Dus ik ga hem omdraaien. Zo. Oh. En dan zie je wat er gebeurt, want je foto die draait mee. Dan gaan we eerst de juiste foto erin zetten. Dat was deze met de palmbomen. Dan gaan we via rechtermuisknop spiegelen, verticaal spiegelen. En nu zie je dat de foto goed staat. En dan hebben we nog ruimte om een beetje de uitsnede te bepalen die we mooi vinden. Dan gaan we hem op zijn plek zetten. Dan zien we direct al dat hij veel te groot is. We hebben ook een hoek nodig van 90 graden hier. Dus daar moeten we even het een en ander aan vervormen. Je kunt zien hier aan de witte strook dat hij nog wegloopt. Dus hij moet echt nog wel een stukje. Zo. Nog een heel klein stukje, denk ik, dat hij wegloopt. Ja, ik denk dat we nu redelijk rechte lijnen hebben. Even kijken. Ja, dit is goed zo. Nou willen we diezelfde afbeelding onder hebben. Dus die kopieer ik ook weer, zodat we daar weer een driehoek hebben. Die driehoek die draai ik om, want nu moet het punt aan de bovenkant komen te zitten. Dan gaan we die weer even passen. En op een of andere manier is dat nooit helemaal hetzelfde. Hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar het maakt niet uit, want dan passen we hem gewoon met de hand wat aan. Even kijken, wat gaan we met jou doen? Jij moet iets spitser en dan iets omlaag. Dan zoemelen we gewoon een beetje totdat we vinden dat het mooi staat. Als je de shift ingedrukt houdt, dan kun je net iets preciezer verplaatsen met de muis. Ik ga jou toch een heel klein beetje nog kleiner maken. Even kijken of de lijnen dan weer goed staan. Ja, nog een heel klein beetje mee.
Even kijken. Ietsje kleiner, denk ik. Tot alle witte lijnen gewoon mooi doorlopen. Dan hebben wij hier nog een hele grote foto staan. Die plaats ik in één keer. En die gaat vervolgens positie naar achteren. En dan gaan we hem iets groter maken. En dan loopt hij door tot het midden. En dan heb ik op die foto, dat kun je hier zien, loopt hij iets vaag weg. Dus daar heb ik een verloopschabloon op gezet. Zodat hij niet zo hard op die foto daarnaast aansluit. En dan is dat deze. En dan kunnen we nog de surfer een beetje naar links doen. Helemaal goed. Wat ik ook heb gedaan, is hier zie je een witte lijn. Dat heb ik gedaan door een clipart te pakken uit de trendy kleuren. Het vierkant. Kan ook met een vorm trouwens. En die maken we groter. En dan is dat even een kwestie van uitproberen tot hij mooi staat. Positie naar achter. En dan moet hij ook weer een positie naar achteren. En dan is het even kijken tot je hem hebt. Theoretisch gezien, als we hem nu zo zouden centreren, dan zou hij ook precies in het midden moeten staan. Want dat hadden we bij deze ook gedaan. Ik vind hem nog één tandje te dik, dus ik ga hem nog ietsje naar rechts schuiven. En dan denk ik dat hij mooi is zo. Dan hebben wij hier, heb ik een tekstje gemaakt. En die heb ik schuin geplaatst. Nou heb ik al een dummy tekst eventjes van Wikipedia gehaald. Dan hoef ik niet zo te typen. Invoegen. Tekstkader. Dubbelklik. Even terug naar 12. En dan heb ik hem op beide zijden uitgevuld. En dan plak ik mijn gekopieerde tekst daarin. Nog even op zwart zetten. Dan zien we hem ook. Oh, eerst selecteren natuurlijk. Zwart. Toepassen. Oké. Dan staat de tekst hier. Het tekstvak kan een stuk kleiner. En draaien. Met een tekstvak is het altijd zo. Die kan niet te dicht bij de rand. Want dan geeft hij hem een zet van de rand af. Dus ja, moet je altijd op letten. Als je te dicht op de rand komt. Kijken. Nou, nog even die lege regel ertussen uithalen. En dan is die mooi uitgevuld. Zo. Top. En dan heb ik als laatste hier nog een vorm geplaatst. Vormen. De rechthoek. En die rechthoek die heb ik laten lopen van een kleur uit de foto. Die pak ik met kleurenpipetje. En dan had ik een beetje zo'n tint gekozen. Toepassen. En die laat ik verlopen. Verticaal. Nee, horizontaal. Vergeet altijd. Naar wit. Dus dan blendt die mooi in op de pagina. Oh, komt ie maar. Die gaat hierboven. Ietsje smaller. En dan iets uitrekken. En daar komt dan de tekst in. Ja, naar keuze. Hawaii 2020. In dit geval in het wit. Even aan de kant. En ik denk misschien wel de grootte die ik net had staan. 35. En ook nog maar dit. Zo. Oké. En dan maken we die ook weer wat kleiner. Even kijken of het er dan voldoende uitspringt. Stel nou dat je tevreden bent. Je hebt er lang over gedaan over deze pagina. Maar je vindt hem nu wel echt mooi staan. Wat erg, hè? Je blijft bezig.
dan kun je ervoor kiezen om de indeling dus op te slaan. Je gaat dan naar indelingen. Je klikt de pagina aan die je wil opslaan. Dan zeg je huidige indeling opslaan. En dan onderaan komt je pagina-indeling te staan. Het blauwe hier, dat is het tekstvak. Die maakt hij een andere kleur. En de andere, de grijze vlakken, zijn je foto's. Je moet dit wel voor elke pagina afzonderlijk doen. Dus doe nu deze ook nog even. Dan selecteer je hem. Je kiest opslaan. En dan duurt het even. En dan staat hij eronder bij. Hier zie je weer dat schuine tekstvlak. Als je dan naar de nieuwe pagina gaat, selecteer de juiste pagina. Dubbelklik. De andere pagina pak je deze. En dan zie je wat je had gemaakt. Goed, wat hij dus niet meeneemt, dat zijn de schablonen die je op de afbeeldingskaders hebt toegepast. Dus je moet zelf even nadenken van wat had ik ook alweer waar opgezet. Deze was natuurlijk een ruit. Deze en deze, dat waren driehoeken. Deze en deze en deze en die. Dat waren allemaal weer de ruitschablonen. En zo heb je je pagina-indeling weer ongeveer. Dan is het eigenlijk een kwestie van je foto's er weer inschuiven. En dan heb je heel snel die layout, maar dan met andere foto's. Dus zo werkt dat. Even kijken, de laatste nog. Zo. Zo. En zo. Dus dat heeft echt wel voordelen om gebruik te maken van het opslaan van je eigen indelingen. Goed, dit was voor nu weer de video. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Abonneer je op mijn kanaal als je geïnteresseerd bent in de volgende video's. En tot de volgende keer.